Wij zijn hier in Openbare Landen. Hier achter mij wordt op dit moment de betonnen buis onder de weg doorgedrukt. Dat is inmiddels gaande. Dat gebeurt door een grote pers die hier achter mij staat. Dat zijn twee rode buizen. Die drukken zeg maar de hele constructie, de buis onder de weg door. In de buis zijn twee mensen aanwezig. En op het moment dat de buis een stukje naar voren is geschoven, dan wordt er grond uit de buis geschept. Dat wil zeggen, dat wordt losgeschept. En vervolgens gaat een heel leuk klein bobketje, die gaat de grond eruit scheppen. Schept het vervolgens hier over de rand en wordt afgevoerd. Nou, zo maak je dat de buis uiteindelijk dus hol wordt aan de binnenkant. En in die zin straks volledig onder de weg doorgeschoven ligt. Aan deze kant van mij de N371, waar de koker onderdoor gaat. En hier achter mij zie je wat staal staan. Dat is het zogenaamde ontvangstgat. Dat is een klein kuipje die uiteindelijk wordt leeggemaakt, watervrij gemaakt. En waar de betonnen koker, als die onder de weg is doorgeperst, uiteindelijk in uitkomt. Dan heb je dus in principe de verbinding gelegd tussen het kanaal en Openbare Landen, het gebied waar het water straks heen kan. En dan is het een kwestie van alles aansluiten aan de Openbare Landenzijde. En op het moment dat dat helemaal klaar is en er zit een afsluiter in, dat is een hele essentiële, want de koker moet natuurlijk wel dicht kunnen. Als dat allemaal klaar is, dan kunnen hier de damwanden eruit en kan dus daadwerkelijk water in Openbare Landen gaan stromen wanneer nodig.